Goedemiddag, gemeente. Ouderen, jongeren, de kinderen, gasten in ons midden, heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen dominee, dominee Van Ree. En het thema van deze dienst is een goed bericht. Vier Melaatsen houden dankdag. Wij gaan voor de dienst nu zingen uit Weeklank 599 en Weeklank 601. Van de eerste vier versen en bij de tweede drie versen. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, daarvan het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Jongens en meisjes, we mogen vanmiddag hier in de kerk zijn. En we willen met elkaar de Heere God gaan danken voor alles wat Hij ons geeft, elke dag weer opnieuw. We zongen daar net al over en we mogen dat vanmiddag ook doen en aan de Heere vertellen dat wij Hem dankbaar zijn. En dat mogen we doen met elkaar hier in de kerk. En daarom zingen we deze psalm, Psalm 84, vers 1 en 6. Wij mogen nu ons geloof belijden. We doen dat vanmiddag in kindervorm. En we willen in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Gemeente, jongens en meisjes, wij geloven in God, onze Vader,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij. En wij geloven in de Heer Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest, heeft geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, zelfs helemaal verlaten door God. Maar na 3 dagen is Hij weer uit de dood opgestaan. En wij geloven dat de Heer Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit, maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en die wil wonen in ons hart. Wij geloven dat er 1 christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat we dan voor altijd bij de Heer Jezus zullen zijn. Zullen we eerst met elkaar bidden en danken. Heere God, zo komen we op deze middag bij U. En we hebben gezongen met psalmen en liederen over Uw goedheid. Over al datgene wat U ons ook elke dag weer opnieuw geeft. Heren, we danken U dat we vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Als gemeente, ook vanmiddag in het bijzonder, staand rondom onze kinderen en onze jeugd. Om U, Heere God, te danken. En we doen dat op een doordeweekse dag. Op een moment dat we misschien anders wel bij een vriendje of vriendinnetje zouden zijn gaan spelen. Of dat we met ons werk bezig zouden zijn. Maar Heere, we komen op deze dag bij U. We nemen de tijd en zetten die tijd apart om U te danken voor dat vele alledaagse wat wij zo gemakkelijk heel vanzelfsprekend vinden. En waar we zo gemakkelijk U bij vergeten. Ook vergeten om U voor te danken en te bidden. Maar vanmiddag mogen we het doen. Het bedenken. En het voor U neerleggen. Het voor U uitspreken. Het naar U toe zingen ook. Hoe goed U bent voor ons. Juist ook. Elke dag weer opnieuw. Wij danken U dat U ons samenbrengt in alle rust en veiligheid. En wij bidden U, Heere, of U ons een gezegende dienst wil geven met elkaar. Dat U de eer mag krijgen
van alles wat we hier vanmiddag ook doen. Dat het ons mag gaan niet om onszelf, maar om U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, daar bidden wij U om, want dan hebben we uw Heilige Geest nodig. Als we het zelf voor het zeggen hebben, Heren, dan zullen we u niet eren en u niet danken zoals het moet. Maar wilt u ons hart richten op uzelf? En richt ons hart ook, Heren, op uw woord als we dat gaan lezen. Als we in de Bijbel gaan lezen wat u daarin tot ons zegt. Heren, wilt u ons dan helpen om te begrijpen waar het om gaat? Wilt u de dominee helpen bij het uitleggen van de geschiedenis die we gaan lezen? En wilt u ons ook open oren geven en een open hart om te horen wat u zegt? En dat we dat ook ter harte mogen nemen. Wilt u iedereen helpen die in deze dienst een taak heeft? De koster, de organist, ouderlingen en diakenen, helpt u ons ook in het luisteren en in het zingen. Hoor zo naar ons gebed, in de naam van de Heere Jezus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, we gaan een verhaal uit de Bijbel lezen dat we een tijdje geleden, dat was toen het nog zomer was, ook hier in de kerk hebben gelezen, of in ieder geval een gedeelte daarvan. Het gaat over het volk Israël, in het bijzonder ook over een stad, de stad Samaria in het Tienstammenrijk. En die stad die is belegerd door de legers van koning Ben-Hadad, de koning van Syrië. En misschien herinneren jullie je nog wel, jongens en meisjes, dat ik toen, voordat we uit de Bijbel gingen lezen, een paar maanden geleden, een verhaal heb verteld over de stad Leiden. 450 jaar geleden werd de stad Leiden belegerd. Eigenlijk op dezelfde manier als dat we zo gaan lezen in de Bijbel. Namelijk dat de legers rondom de stad kwamen en die zorgden ervoor dat die hele stad werd afgesloten. Er kon geen muis meer in of uit. En waarom deden ze dat? Nou, dat deden ze om ervoor te zorgen dat die stad ingenomen kon worden. In Leiden waren het de Spaanse legers die rondom de stad waren gekomen en ze probeerden de stad uit te hongeren, want er kon dus ook geen eten in of uit. Als ze er nou maar voor zorgden dat de mensen daar in Leiden goed honger kregen, dan zouden ze vanzelf wel een keer de poorten openzetten, omdat het gewoon niet meer ging. Nou, zo hadden de Spanjaarden dat al bij andere steden gedaan en toen ook bij Leiden. Maar daar liep het toch anders. Want de watergeuzen kwamen, die kwamen de mensen in Leiden helpen. En die staken een dijk door en het water kwam en daardoor moesten de Spanjaarden die buiten de stad waren hun tenten gauw meenemen weer en verderop gaan. En het water van de rivier maakte dat de polder onderliep. En ze konden niks anders doen dan het beleg opheffen. En op 3 oktober 1574 waren de mensen toen weer vrij. Maar wat ik jullie toen niet heb verteld, dat vertel ik nu. Want er was toen namelijk een jongen, een kleine jongen. Cornelis Joppenszoon heette die. En wat deed deze Cor? Hij ging de stad uit naar de kampen van de Spanjaarden, die nu verlaten waren. En wat vond hij daar, toen hij daar aankwam? Hij vond een kookpot met daarin wortels en vlees en pastinaken, ook een soort groente. En dat maaltijdje, dat is bekend geworden onder de naam, misschien eet je het wel eens, hutspot. En Cor nam die kookpot mee naar Leiden en daar hebben de mensen natuurlijk heerlijk van gegeten, want die hadden door dat lange beleg van die Spanjaarden heel erg honger gekregen. En tot op de dag van vandaag eten de mensen in Leiden op 3 oktober hutspot en ook haring en wittebrood, want dat kwamen de watergeuzen brengen. Nou, jongens en meisjes, we gaan uit de Bijbel lezen op deze dankdag het verhaal over Samaria. En dat doen we omdat het thema op veel scholen is behandeld in Veenendaal. Een goed bericht. Misschien hebben jullie er ook al wel van gehoord.
Maar het is ook omdat we een tijdje geleden vooral hebben gelet hier in de kerk op de koning van Samaria, op koning Joram en op de profeet Elisa. Maar vanmiddag willen we vooral gaan letten op die vier mannen, die vier melaatse mannen. Want die lijken een beetje op Cor, Cornelis Joppenszoon. We gaan erover lezen, gemeente, uit 2 Koningen 7 en zingen uit Psalm 104 het 14e vers na de lezing. Toen zei Elisa, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei, zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. En er waren 4 melaatse mannen bij de ingang van de poort. En ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat we sterven? Als wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen we daar sterven. En als wij hier blijven, zullen we ook sterven. Nu dan, kom, laten we naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen we leven. En als ze ons doden, laten we dan maar sterven. En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. En toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, er was niemand. De Heere had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden, het geluid van een groot leger, zodat ze tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. En ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. En ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels. En het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu deze melaatse aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen ze een tent binnen, aten en dronken, namen vandaar zilver, goud en kleren mee en gingen het verbergen. En daarna keerden ze terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. Maar toen zeiden ze tegen elkaar, we doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht staan we schuldig. Nu dan, kom, laten we dit in het huis van de koning gaan vertellen. En ze kwamen, riepen naar de poortwachter van de stad en vertelden hun, we zijn naar het legerkamp van de Syriërs gegaan en zie, daar was niemand meer. Geen geluid van mensen, alleen de paarden vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten zoals ze waren. Deze riep de andere poortwachters en die vertelden het binnen in het huis van de koning. En de koning stond 's nachts op en zei tegen zijn dienaren, laat mij u toch vertellen wat de Syriërs ons gedaan hebben. Ze weten dat we honger lijden. En daarom zijn ze uit het legerkamp gegaan om zich in het veld te verstoppen. Zij zeggen, zodra ze de stad uitgekomen zijn, zullen we hen levend grijpen en de stad binnengaan. Toen antwoordde een van zijn dienaren en zei, laat men toch 5 van de overgebleven paarden nemen die hier binnen overgebleven zijn. Zie, ze zijn als de hele menigte van de Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Of zie, ze worden als de hele menigte van de Israëlieten die omgekomen zijn. En laten we die erop uitsturen om te zien wat er gaande is. En daarop namen ze 2 strijdwagens met paarden. En de koning stuurde die het leger van de Syriërs achterna en zei, ga kijken. En ze volgden hen tot aan de Jordaan. En zie, de hele weg lag vol met kleren en stukken uitrusting die de Syriërs in hun haast weggeworpen hadden. En de bode keerde terug en vertelde het de koning. En toen ging het volk de stad uit en plunderde het legerkamp van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel overeenkomstig het woord van de Heer. De koning nu had de officier op wiens hand hij leunde over de poort aangesteld, maar het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man Gods gesproken had, die dit sprak toen de koning bij hem gekomen was. Zo is het gebeurd, zoals de man Gods tot de koning gesproken had. Morgen, omstreeks deze tijd, zullen in de poort van Samaria 2 maten gerst voor een sikkel en 1 maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden.
En die officier had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, zou dit kunnen, zo kunnen gebeuren? En hij had gezegd: zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. En zo gebeurde het met hem, want het volk vertrapte hem in de poort, zodat hij stierf. Wij zingen na het amen van de preek, lied uit de bundel Weerklank 23a, dat is het bekende lied over Psalm 23. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust, hij zal mij geleiden naar grazige weiden, hij voert me al zachtkens aan wateren der rust. We zingen daarvan de coupletten 1, 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, stel je eens even voor. Jongens en meisjes, dat jij één van die Melaatse mannen was, waarover we net in de Bijbel hebben gelezen. Misschien dat Cor, Cornelis Joppeszoon uit Leiden, waar ik net over vertelde, ook wel dit Bijbelverhaal kende en dat hij dat misschien wel bedacht heeft. Hé, ik lijk eigenlijk een beetje op deze mannen. Stel je voor dat jij dat zou zijn geweest. Het zijn Melaatse mannen. Dat is niet zo best. Als je Melaats was, dan was je erg ziek. En dat betekende in Israël dat je onrein was. Oftewel dat je niet meer mocht wonen bij de andere mensen. Want dat was allemaal besmettelijk. Dan zou je de andere mensen misschien ook ziek maken. Melaatse mensen die moesten het dorp of de stad uit, die moesten maar ergens in het veld zien te overleven. En dan zochten ze elkaar vaak ook maar op.
En ze mochten ook niet meer naar de tempel of de tabernakel. Als je onrein bent, dan mag je daar ook niet zijn. Bij de Heere God. Als je melaats was, dan stond je er alleen voor. Dan moest je maar hopen dat er misschien nog mensen waren die op een afgesproken plek wat eten zouden neerleggen, dat jij dan later kon gaan ophalen, zodat je wat te eten had. Deze vier mannen zijn melaats. En daarom komen we ze ook tegen, zo lezen we in de Bijbel, buiten de poort van Samaria, de stad Samaria. Niet in het open veld, want daar kunnen ze niet komen. Daar liggen namelijk die legers van koning Ben-Hadad, de koning van Syrië. Opnieuw heeft hij zijn leger gemobiliseerd en is opgetrokken tegen Israël, het tienstammenrijk met Samaria als hoofdstad. En ze hebben de stad omsingeld. Er kan niks nog in of uit. En de Syriërs wachten rustig af. Tot de nood zo hoog zal zijn opgelopen en de honger zo heftig zal zijn, dat de inwoners vanzelf de poorten open zullen zetten. Ja, jongens en meisjes, stel je eens voor dat je een van die vier was. Dan stond je dus letterlijk met je rug tegen de muur, de stadsmuur. Achter je die muur, voor je die legers. En waar het eerst zo zal zijn geweest dat de inwoners van Samaria wel voor deze vier mannen hebben gezorgd, dat ze af en toe wat eten gaven en zo. Daar is dat nou al een tijdje niet meer zo, want er is geen eten meer. Er is hongersnood. En die melaatsen staan letterlijk met hun rug tegen de muur. Zoals dat zo vaak het geval is, gemeente, in tijden van crisis. Dat de zwakkere, de zieke, de gebutste er het slechtst aan toe zijn. Die vier mannen die hebben elkaar opgezocht. Om misschien toch nog wat steun te hebben. Lotgenoten. Maar wat is hun toestand uitzichtloos? Hoe kunnen ze verder leven? Ze zijn allereerst al ziek, maar nu ook met die hongersnood, die zo nijpend wordt. En dan ook nog eens die soldaten, ze kunnen geen kant op. Gemeente, deze mannen hebben niks meer te verwachten. Vanuit de stad niet, van de Syriërs ook niet. Nou ja, misschien dan, dat horen we ze overleggen, ze wikken en wegen wat. Waar moeten we heen? We kunnen hier niet blijven, want dan zullen we sterven. De enige kans die er nog is op overleven is dat we overlopen naar de Syriërs. Misschien zullen ze ons in leven laten. En als ze ons doden, ja, dan moeten we maar sterven, zeggen ze. Laten we overlopen. Zo zijn ze eraan toegemeend. Nog maar één optie. En als je een van deze mannen was, dan had je dus niets meer te verwachten. Niets meer? Hebben deze vier melaatsen het dan niet gehoord? Nee, waarschijnlijk niet. Maar gehoord wat de profeet van de Heere heeft gezegd. Want in de stad Samaria is nog een profeet, het is Elia. En juist die dag heeft Elia geprofeteerd. Hoor het woord van de Heere, zo zegt de Heere. Morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel. Zou dat kunnen, zou dat mogelijk zijn, dat in die poort waar die vier melaatse mannen nu aan het overleggen zijn? Waar moeten we heen? Er is geen uitweg meer. Zou het mogelijk zijn dat in diezelfde poort morgen gehandeld wordt? En dat je eten kunt kopen voor een sikkel, dat is niet al te veel geld. Meelbloem en gerst, waar je brood van kunt bakken. Zouden ze het gehoord hebben, wat Elisa gezegd heeft? En zouden ze misschien ook gehoord hebben, jongens en meisjes, wat die officier toen zei,
toen Elisa dat gezegd had. Die officier van koning Joram, zijn belangrijkste soldaat. Ik denk dat de vier melaatsen dat niet hebben gehoord. Zij zijn namelijk buiten de stad, maar die officier, die hoort het wel. Wat de Heere zegt door de mond van Elisa, maar hij gelooft er niks van. Hoe zou dit kunnen gebeuren, zegt hij. Al maakt de Heere sluizen in de hemel, dit is toch nooit mogelijk, dit kan niet. Hoe kan er nu morgen alweer eten zijn in de poort? Wat denkt u, gemeente? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Zou het kunnen? Stel je voor dat je zo mijn laatste was. En je zou het horen, hoe zou je dan reageren? Gemeente, zou u de Heere geloven op zijn woord in zo'n situatie? Omdat je weet, omdat je geloven en vertrouwen mag, dat hem niets te wonderlijk is. Omdat je weet, jongens en meisjes, dat de Heere God wonderen kan doen, omdat hij zo machtig is. Dat ook al sta je met je rug tegen de muur, hij je toch helpen kan. Ook al zie je zelf niet hoe dat nog moet, maar dat je weet en gelooft, hij is machtig om het te helpen en te redden. Deze vier melaatse mannen hebben ze echt niks meer te verwachten. Van de Heere God toch misschien? Nou ja, het is ook wel weer te begrijpen wanneer ze ook van de Heere God niet al te veel verwachting hebben. Want de reden dat Samaria belegerd is, heeft alles te maken met de zonde van het volk. Ze waren de Heere en zijn dienst vergeten, met koning Joram voorop. Ze hadden niet op hem vertrouwd. En daarom had de Heere die Syriërs de vrije hand gegeven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ze hadden God verlaten. En de Syriërs waren gekomen als een oordeel van de Heere. En heb je dan nog iets te verwachten van de Heere? Zou u het dan nog aandurven, gemeente, om hem om hulp te vragen? Hem onder ogen te komen? Er is toch eigenlijk geen reden om te hopen. Heeft Israël dat niet al lang verspeeld? Maar nou klinkt het woord van de Heere door de mond van Elisa. Er zal weer eten zijn. En de inwoners van Samaria die zullen ontdekken dat de Heere vol van macht en majesteit is. En ook vol van genade en trouw. En de eerste die dat gaan ontdekken, dat zijn die vier melaatse mannen. Want jongens en meisjes, daar gaan ze. Stel het je even voor. Midden in de nacht. Ze hebben gewacht tot het donker was. En nou is het donker en nou lopen ze door het land, weg van de stad, naar de tentenkamp van de Syriërs. Hoe zou je je voelen? Als je met hem meeliep? Bang, denk ik. En heel voorzichtig op je hoede. Want wat gaat er gebeuren? Misschien als het misgaat dat je nog snel zou kunnen wegrennen. Als de Syriërs zouden willen pakken en kwaad zouden willen doen. Maar dan komen ze aan bij je tentenkamp en ze luisteren. Is er ergens iets te horen? Een Syrische soldaat misschien die ligt te slapen? Of wachters die een beetje met elkaar aan het praten zijn? Nee. Alles is stil. En voorzichtig loopt een van die vier mannen naar de eerste tent toe. Nog eens luisteren. Is het echt stil? Is er niemand daar binnen? En hij kijkt om een hoekje. En wat ziet hij? Er is eten. Heerlijk eten. En er liggen kleren. En er is een bed, een matras. Maar er is geen soldaat. In de volgende tent dan. Maar ook die is leeg. Jongens en meisjes, het hele tentenkamp van de Syriërs
is verlaten. Wat is er gebeurd? Nou, aan het begin van de nacht, toen het donker begon te worden, toen hadden de Syriërs opeens een geluid gehoord. En ze konden het niet thuisbrengen. De ene soldaat had tegen de andere gezegd, hoor jij dat ook? Ja, ik hoor het ook. Maar wat is het? En toen had opeens een van die soldaten geroepen, het zijn strijdwagens en paarden, hoefgetrappel. Het moet wel een heel groot leger zijn dat er aankomt. De Israëlieten hebben hulp gevraagd aan de Hethieten en de Egyptenaren. En die zijn nu onderweg om met ons te vechten. Maar dat redden wij nooit. En in paniek waren de Syriërs op de vlucht geslagen. Ze hadden alles laten liggen. En zo snel als dat ze konden waren ze weggerend. En de tenten stonden er nog gewoon. Het eten lag er nog gewoon. De kleren en de wapens liggen er nog. En als je langs de weg kijkt waar de Syriërs langs gevlucht zijn, dan zie je langs de kant van de weg ook nog allerlei dingen liggen die ze maar snel hebben weggegooid om nog harder te kunnen rennen. En dan vraag ik nog maar eens een keer, jongens en meisjes. Stel je eens voor dat je één van die mannen was en je zou daar staan in dat tentenkamp en je ziet het eten liggen. Wat zou je doen? Je hebt zo'n honger. Eten natuurlijk. Aanvallen op het eten. Eindelijk kun je je buik weer vullen. En dat doen die vier mannen ook. Maar ze doen nog meer. Ze gaan ook de ene tent in en de volgende. En ze vinden prachtige zilveren en gouden spullen en dure kleren. En kijk eens, armen vol. Lopen ze mee naar buiten en ergens in het veld hebben ze een geheim plekje gevonden en daar kunnen ze alles neerleggen. En daar verstoppen ze alles. En dan gaan ze weer terug naar een volgende tent om nog meer te halen. Goud en zilver, kostbaarheden. En ze kijken elkaar verlekkerd aan. Dit gaat goed, zeg. Onze maag zit weer vol en we worden ook nog eens heel erg rijk. En weer komen ze met armen, met zilver en goud een tent uitgelopen. Merk je wat er gebeurt? Merkt u het, gemeente? Bij het zien van die spullen en dat eten. Die mij laat ze denken alleen nog maar aan zichzelf. Is dat niet een beetje voor te stellen? Jongens en meisjes, misschien denken jullie ook wel vooral heel vaak aan jezelf. Als je moeder een bord neerzet met erop het vlees van die avond. En dan wil jij natuurlijk het grootste en het lekkerste stuk. En je hebt al gezien welk het is. En die is voor jou. En als je broertje of zusje het pakt, ja, dan ben je het er niet mee eens. Of een tractatie in de klas. Jij wil in ieder geval die ene soort snoep. En je weet niet hoe snel je het pakken moet. Voordat anderen het kunnen pakken. Je denkt vooral aan jezelf. Maar is dat nou hoe het moet zijn? Wat vindt de Heer Jezus er eigenlijk van? Dat wij zo in elkaar zitten. Dat ons eigen belang zo vaak op de voorgrond staat. Dacht de Heer Jezus ook aan zichzelf? Weet je wanneer hij dat gedaan zou kunnen hebben? Aan zichzelf denken? Nou, in die andere nacht. In de nacht dat hij gevangen werd genomen. Toen Judas kwam. Ook met soldaten. Toen had de Heer Jezus toch aan zichzelf kunnen denken en in één keer al die soldaten kunnen wegsturen. Want zo machtig was hij immers. Zo machtig is hij. Hij heeft het niet gedaan. Hij liet zich vrijwillig gevangen nemen. Hij liet zich zelfs kruisigen op Golgotha. En dat deed hij omdat hij dacht aan anderen. Aan wie eigenlijk? Nou, aan al de zijnen. Hij dacht ook aan jou en aan mij. En hij wilde dat er voor ons een weg zou zijn. Uit alle ellende. Ellende die we zelf verdiend hebben. Net zoals het volk Israël het zelf verdiend had dat de Syriërs gekomen waren en dat er hongersnood was uitgebroken. Maar toch wil die redding geven. Want zo is de Heere God. Hij is vol van genade. En je mag van hem
alles verwachten, niet alleen maar eten en drinken, maar ook dat hij je zonde vergeven wil. En dat je voor altijd bij hem mag horen. Daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. En de Melaatse ontdekken hier dat de Heere zo is. De Heere heeft aan Israël gedacht. Hij is trouw en betrouwbaar. Wat Elise had gezegd, dat gaat ook gebeuren. Want de Syriërs zijn al weg. Hij heeft verlossing gebracht waar dat onmogelijk leek. Maar vinden jullie nou ook niet, jongens en meisjes, dat die Melaatse daar wel verkeerd mee omgaan? Nogal ondankbaar. Ze pakken zoveel ze pakken kunnen. De goudskoorts heeft toegeslagen. En ze denken alleen nog maar aan zichzelf. Maar dan staan ze ineens stil. Het is alsof ze ineens gaan nadenken. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Is dit nu hoe het moet? En dan staat het er in de Bijbel zo mooi in vers 9. Toen zeiden ze tegen elkaar: wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap. Een goed bericht. En wij zwijgen erover. Opeens bedenken ze: het is niet goed wat we doen. Hun geweten spreekt. Heb jij dat ook wel eens? Heeft u dat ook wel eens? Dat je denkt: dat was niet goed. Vaak achteraf. Heb je er spijt van? Misschien ook wel eens tijdens dat er iets gebeurt. Zo is het hier ook. Ze komen tot inkeer. Deze dag is een dag met een goede boodschap. Er is iets goeds te berichten. Er is een heel mooi bericht te brengen naar Samaria. Wat voor een bericht? Nou, natuurlijk dat die Syriërs weg zijn en dat de tenten verlaten zijn en dat er eten is voor al die hongerige mensen in de stad. Maar is het ook niet dit? Dat de Heere goed is. En dat hij doet wat hij belooft. Dat hij een God van redding en verlossing is. En dat hij dat doet uit genade alleen. Onverdiend. De Melaatse gaan terug naar Samaria. En ze roepen onderaan de poort naar de poortwachter. En ze vertellen het hele verhaal. En die poortwachter die haalt de andere poortwachters erbij. En met elkaar gaan ze het vertellen aan de koning. Hoe dat tentenkamp helemaal stil was. Hoe er alleen nog wat paarden waren. Vastgebonden. Koning Joram. Hij hoort het. Nou, die zal wel blij zijn, toch? Of toch niet? Nee. De koning twijfelt. Hij twijfelt aan het verhaal van die Melaatse. Hij is bang dat ze in de val gelokt zullen worden. Dat die Syrische soldaten alleen maar even zich hebben teruggetrokken, maar zodra zij aankomen bij het tentenkamp om te kijken, dat ze dan weer zullen toeslaan. Hij vertrouwt het niet, de koning. En je kunt gerust zeggen: hij vertrouwt de Heere niet. Hij vertrouwt nog steeds niet wat Elisa, de profeet van de Heere, had gezegd. De koning is er net als een officier niet op bedacht dat de Heere God de levende God is, die uitredding wil geven. En gemeente, daar moeten we maar niet te gemakkelijk oordelen over Joram. Vertrouwen wij het wel, als ons een goede boodschap wordt gebracht. De goede boodschap van Gods redding, onverdiend. Daar waar het onmogelijk is, dat hij een weg baant, verlost, redt. Vertrouwt u het, gemeente, als u dat verkondigd wordt. Dat die weg er is, dat die redding er is. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor zondaar. Of bent u dan ook argwanend? Kan dat wel voor mij? Zou het wel echt zo zijn? Is dat niet een val? Misleid ik mezelf niet? Wat kan het ongeloof diep in ons zitten? Wat zit het diep in ons om de Heere te wantrouwen en zijn woord van zijn kracht te beroven?
Maar gemeente, als je dat doet, dan kom je ook nooit aan de dankbaarheid toe. Dan kun je nooit dankdag vieren. Want danken betekent dat je de Heere erkent en verheerlijkt om zijn trouw. Zoals die zichtbaar geworden is in de goede gaven die je uit zijn hand ontvangt. De koning stuurt een delegatie erop uit met een hoop mitsen en maren. Hij moet overtuigd worden door een van zijn dienaren. En als ze aankomen bij het kampement van de Syriërs, dan ontdekken ze dat de Melaatsen gelijk gehad hebben. En ze jagen de Syriërs achterna. Ze zien al die stukken langs de kant van de weg liggen. Wapenrusting van de Syriërs. En die dag, als het licht is geworden, wordt er in de poort een maat meelbloem verkocht voor een sikkel. En 2 maten gerst voor een sikkel. Precies zoals de Heer het gezegd had. Waar er honger en nood was, daar is nu eten en drinken in overvloed. Het is het wonder van de Heer. En dan gemeente en jongens en meisjes, nog 1 keer die vraag. Stel je eens voor, dat je 1 van die Melaatsen was. Zou het dan dankdag zijn? Zou u dan iets te danken hebben? Ja toch? Wat zou u danken? Dat de Heer geholpen heeft. Dat hij een God is van wonderen en van redding. Dat hij een God is die niet doet naar onze zonden. Maar die ons aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Kijk, zo mogen we nou vandaag dankdag houden. En dan zegt u misschien, nou ja, wij hebben toch zo slecht niet gehad als die mensen in Samaria. Bij ons was er in het afgelopen seizoen genoeg te eten en te drinken. Die mensen in Samaria en die Melaatsen, die hadden het zo moeilijk. Die Melaatsen waren ook nog ziek. Misschien was u wel gezond. Voor veel mensen is dat heel vanzelfsprekend. Maar hoort dat wel zo te zijn? Zouden we niet tot inkeer moeten komen, gemeente? En dat ook vandaag ons geweten gaat spreken. Omdat je beseft, maar waar heb ik dat nou eigenlijk allemaal aan verdiend? Heb ik de Heere gediend, zoals het moet? Heb ik hem lief gehad met een volkomen liefde? En mijn naaste lief gehad als mezelf? Nee. En toch gaf hij alles wat u nodig had. Toch heeft hij voor u gezorgd. Het is een onverdiende genade. Want hij gaat erover, gemeente. Hij kan het ook inhouden. Israël moest leren om op hem te vertrouwen. Wij moeten dat ook. Vertrouwen op de Heer, die ons voorzien heeft met zoveel goede gaven uit zijn hand. En daarom is het dankdag. En hij doet niet mijn laatste nog iets. En daar sluit ik mee af. Als ze beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is. Al dat eten dat er nou zomaar opeens ligt. En dat zilver en dat goud. Dan gaan ze delen. Ze brengen de goede boodschap, het goede bericht in de stad. Zodat de inwoners van Samaria ook kunnen komen om te eten. En niet alleen dat. Ze mogen komen om zich te verheugen in de goedheid en de macht van de Almachtige, de Heere van de legermachten. Ja, gemeente, als je zoveel van de Heere mag ontvangen, zouden wij dan ook niet daarvan moeten delen? Dat mogen we vandaag ook doen. Delen van wat de Heere ons heeft gegeven. En zo mogen we het goede bericht verspreiden. De Heere heeft ook voor ons gezorgd. Hij heeft gezorgd en zal zorgen. Of het nu gaat om onze dagelijkse behoeften, of om onze geestelijke noden, hij voorziet in en door Jezus Christus zijn Zoon, uit genade alleen. En dat mogen we toch niet allemaal voor onszelf houden dan. Dan moet je toch net als die Melaatsen het zeggen.
Wij doen daar niet goed aan. We doen er niet goed aan. Laten we delen. Want er is een goed bericht. De Heere heeft naar ons omgezien. Hij is de goede herder. Hij zorgt en hij leidt. En in het hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven. Hij wil mij versterken met brood en met wijn. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Ja, Heere God, zo mogen wij u danken. Wat is er veel om u te danken. Allereerst, Heere, al dat u zo vol van genade bent. Dat u, zoals we ook vanmiddag hebben mogen lezen in de Bijbel, mensen redt. En hen een overvloed geeft die dat niet verdiend hebben. Die al hun rechten hebben verspeeld. En toch bent u zo vol van genade en goedheid. Heere, wat is dat een wonder. Dat u zo bent in uw Zoon, de Heer Jezus. We danken u daarvoor, Heere. Het maakt ons klein en stil voor u. En we danken u dat u ons voorziet in alles wat we nodig hebben. En Heere, dat heeft u ook weer in het afgelopen seizoen willen doen. We willen u dat noemen, Heere, vanmiddag. Omdat het goed is om dat te doen. Omdat we het zo vaak misschien juist wel vergeten. Wij danken u voor het eten en het drinken. Voor de oogsten die er zijn geweest.
voor het werk van boeren en akkerbouwers. Heere, wij danken u voor het werk van vissers op zee. Wij danken u voor het vele wat u ons geeft. Zoveel dat we er vaak van kunnen delen en er nog genoeg overblijft. Heere, dank u wel voor dat vele wat u in de natuur hebt willen geven. En we danken u, Heere, voor een huis om in te wonen. We danken u voor zorg die er is voor mensen die het misschien juist heel wat minder hebben als wij. Mensen die in armoede leven, die te maken hebben met schulden. Of die te maken hebben met ziekte. Heere, wilt u ook voor hen blijven zorgen? Wees u ook bij oude mensen. Wij danken u, Heere, dat er in ons land ook allerlei manieren zijn waarop hulp geboden kan worden. Voorzieningen. Wij willen u danken voor lieve ouders of pleegouders die voor ons zorgen en die van ons houden. Wij danken u voor familie, voor broertjes en zusjes, voor neefjes en nichtjes, voor opa's en oma's. Heere, we danken u voor zoveel liefde en zorg om ons heen. Heere, we willen u ook danken voor de scholen waar we naartoe gaan, voor de meesters en de juffen daar. Dat we mogen leren op school. Dank u wel, Heere, als dat goed gaat. We goede resultaten hebben behaald. En dank u wel dat er ook vaak hulp is als het juist wat minder gaat en we het moeilijk vinden. We danken u, Heere, voor vrienden en vriendinnen. We danken u dat u ons wilt helpen als we het ook daarmee misschien wel moeilijk hebben. Dank u wel, Heere, als we werden getroost toen we verdrietig waren. Of dat er met ons werd gepraat toen we boos waren. Dat er mensen zijn die ons daarbij kunnen en willen helpen als het niet zo goed met ons gaat. En die proberen dat het beter gaat. Heere, wij danken u voor vele mooie dingen die we mogen bezitten. Dingen om mee te spelen. Mogelijkheden om te sporten of om muziek te maken. Als we op vakantie zijn geweest. Wij danken u, Heere, voor de rust en de vrede in ons land. We danken u voor de regering die mag regeren. Wij willen u ook bidden, Heere, voor al degenen die dat doen. Wilt u hen wijsheid geven? Wij bidden u, Heere, voor de politie, voor de brandweer. Voor mensen die in het ziekenhuis werken, doktoren en verplegers. Dank u wel, Heere, voor wat zij ook mogen doen. Juist ook op momenten dat er nood is. Wij danken u voor onze koning en koningin. Wij danken u voor onze burgemeester, voor de wethouders en gemeenteraadsleden. Wilt u hen alles geven wat nodig is, Heere, om hun werk goed te kunnen doen? Wij danken u dat we in een land leven waar vrijheid is. Waar we ook in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Niet bang hoeven te zijn als we over straat gaan. Heere, op zoveel plaatsen is dat anders. Heere, wij danken u ook voor de kerk waar we bij horen. Voor de kerkenraad, de dominee, de ouderlingen en de diakenen. Voor de kerkdiensten die hier op zondag gehouden worden. We danken u, Heere, dat u ons aan elkaar geeft in de kerk. En dat we ook in de kerk mensen om ons heen mogen hebben en vrienden en vriendinnen mogen maken. Danken u voor de parel en de clubs, de jeugdleiders, de jeugdouderlingen. Heere, we danken u ook voor de koster en de organisten en de hulpkosters en mensen die over het geld gaan in de kerk. Dank u wel dat ze er zijn en dat ze met wat u hen gegeven heeft aan gaven en talenten dat ook mogen inzetten voor uw koninkrijk. Dank u wel, Heere, voor al die mensen ook in onze gemeente die misschien wel op de achtergrond niet zo zichtbaar voor anderen, maar trouw zijn in de taken die ze hebben en de verantwoordelijkheden die ze dragen. Heere, wij danken u voor de Bijbel die we hebben. Dat we hem in vrijheid mogen bezitten. En dat we erin kunnen lezen en dat het ons uitgelegd wordt.
Het gebeurt ook hier in de kerk en tijdens de catechisaties. Heer, we willen u ook danken voor het werk van zendelingen en evangelisten die hier ver vandaan door u zijn gesteld. Die u gestuurd hebt om te vertellen over u, Heer Jezus, aan mensen die u nog niet kennen. Heer, wij willen u ook bidden daarvoor. Ook als dat misschien wel heel dichtbij juist gebeurt, want er zijn zoveel mensen ook gewoon in onze straten en buurten die van u vervreemd zijn geraakt. Heer, zegent u ook dat werk, ook het werk in de poster. En Heer, wij danken u voor uw zorg voor deze hele wereld. We horen van oorlogen, van vluchtelingen, van mensen in nood. En toch, Heer, zegt uw woord dat u alles in uw hand houdt. Dank u wel dat we dat mogen geloven, ook al zien we dat soms niet. En dank u wel dat u ons ook hoop geeft. Dat u eenmaal zult terugkomen, Heer Jezus, en dat dan alles nieuw zal worden. Dat er dan geen tranen meer zijn, geen rouw en geen pijn en verdriet. Omdat u alles volmaakt en volkomen zult maken. Heren, wij danken u voor uw komst, Heer Jezus. U bent het belangrijkste dat we bezitten kunnen. Dat onze zonden vergeven worden. Dat uw liefde in ons hart wordt uitgestort. En dat we hoop hebben. Hoop voor de toekomst. Heren, wij danken u. En wij prijzen uw naam. Dat u dat ook onder ons laat verkondigen. Telkens weer. Zo waren we ook hier vanmiddag. En heren, dan willen we in het bijzonder ook danken voor Tissa Langelaar. Zij is enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege een infectie in haar mond. Inmiddels mag ze weer thuis zijn en gaat het weer beter. Dank u wel, heren, dat u aan haar hebt gedacht. En dat u haar weer genezing hebt willen geven. En dat u de middelen die in het ziekenhuis zijn gebruikt, hebt willen zegenen. Geef dat ze verder mag opknappen. En wees u bij haar, bij haar vader en moeder en zusje. Heere God, zo komen wij bij u. En wij bidden en danken u. En doen dat in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus alleen. Die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We mogen delen van wat de Heere ons heeft gegeven. En we willen met elkaar gaan zingen als ons laatste lied uit Psalm 146, de versen 3 en 5.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.